bij Chat. Nou, de show met drummen. Waar wordt wat? Lila Guy is vandaag op ons show Inside. En kijkers zijn hartig gekrijpt. Deer die rebelse karakter Melanie Schmidt in Hotel, wat zij gespeeld heeft. Zij heeft ook onlangs in 2 flicks gespeeld. Wonderless en Lieve Kaarsjesvolder. En vandaag is zij hier in ons studio om met ons over alles van dit en alles tussenin te gezellen. So, waar welkom bij Chat, nou, Lila Guy. Dankie. Dankie. Zo, het is zo waar om te praten, want jij was, zo zal ik zeggen, een succesvol lady hier geweest, al jouw movies. So, ons begin bij Hotel seizoen 2. Okay. Waarna kan mensen uitzien? Qua comedy. Oh, wow. En dalk een zwembad, wie weet. En toen die zwembad gekregen. Misschien, dat weet ik niks. Mag je voor ons zeggen wat jouw karakter, Melanie, met al gebeuren in Hotel 2? Kom ons zeggen net, zij is minder in die boeken. En meer? Bij iemand anders toch? Ik weet niet, een keer liefde. Danny. Wat gebeurt? Dan, hoe is nou die ervaring tussen Hotel 1 en Hotel 2? Hoe is het verschil voor jou? Hotel 1 was ik obviously baie meer nervous. Het was een nieuwe genre en het was dus. Ja, het was een ander stijl en het was nieuwe mensen. Dus Hotel 2 is baie meer gemakkelijk, want ons allemaal kennen elkaar. Ons is gemakkelijk met elkaar. Ons ken ook die stijl. Ik ken ook mijn karakter meer. En ik kan ook meer spelen met haar. Ze heeft ook meer. Ze feature ook meer in Hotel 2. Okay, cool. So dit was mij baie lekker. Ja. Is er enige nieuwe karakters in Hotel 2? Mm-hmm. Wie? Boer Jaap. Jullie gaan verliefd roken. Hij is amazing. Allemaal moet kijken voor Boer Jaap. Ja. Wow, oh. Net hier is mij al klaar, so het totale genot bij oor, want ik is absoluut een fan van Hotel geweest. Ik wil altijd van middag zeggen, baie biased, maar ik love Hotel. Small victim. Maar ik denk het is redelijk wel goed geschreven. Ik denk dat ik niet eens aan gespeeld heb, ik zou kijken. Want Benny en Stian en Hotel 1 net zo so goed gedaan. En Hotel 2, wat Benny ook gedaan heeft, is net. It's amazing, yeah. It's so fun. Yeah. But this is a good fraud, like, it's like obviously heavy fun. Karim, yeah. Is dit so fun? Definitief. Allemaal is vrienden, ons keur lekker som, ons lach lekker som. Nee, elke dag is. Heb je gevoel dat je vat meer tijd met Hotel wat je voor een gewone serie zou gedoen hebben? Mm-hmm. Ja, ons kops, maar. Wat ik doen. Vooral voor Skalk, want ik werk heel dit met hom, so dus heel dit is. Nee, stay the same, want hij doet elke tijd anders. En dan zit het, nee, dat is te funny. Hou op. Maar ja, oh, dat is zo lekker. Mm. Oh, dit maakt me net excited. So, wanneer kan ons Hotel kijken op de kassie? 9 oktober of 9. Oh, dit is in mijn dagboek geschreven. Google reminder, kijken. Google alles. Zet het op, laat jou morgen met jouw reminder. We gaan niet spijt wezen, nee. We gaan niet spijt. Nee, ik denk dat we niet gaan. Daar, kom eens gaan aan. Kom eens chat weer. Wonderless. Yes. So, Wonderless is die movie wat je geschiet hebt in maart. Mm-hmm. En ons het samen geschiet en dat was legit. Nee, dat is waar. So, waar gaan Wonderless? Pragmatische liefde en romantische liefde en een trouwdag. Okay. Die voor en na dit. So, hoe dit alles uitwerkt en wanneer die liefde. Ik wil niet te veel van zien, ja. Maar dit is die overall feeling van die film. En wat een rol vertoel jij? Ik is die bruid. Right. En hoe was het voor me voor te brengen? Want jij is niet getrouwd, nie? Ik zo weet. Jij is niet getrouwd, nie? Nee. Maar hoe was dit? Het is interessant, want ik denk in Afrikaans wordt je gezien met nou 25 getrouwd wees en ook alles uitgefigureerd. Dus mm-hmm. So, dit was nogal interessant om in daai te gaan. Want het is niet mijn droom om te trouwen, nie, maar ik wil dit hebben. Dus so, dit was mij nogal vreemd, maar wel lekker om het te. Ontdek en te spelen, ja. So, hoe zou je het verschil jouw rol van Hotel, ach, niet van Hotel niet, van Wonderless tegenover Lieve Kaarsjes, vader zijn rol? Bruid en Nonnie is baie verschillend, want hulle is in verschillende fases van hulle levens. Nonnie is nog jong, zij is nog 19, 18 en Bruid is nou, je weet, 24, trying to figure things out. Ze heeft al een liefde in haar leven. Nonnie is nog niet daar. Zij probeert het om familie uit te zoeken. So, okay. Dit is wel een verschil. Ze is eigenlijk naar mijzelf uitzoeken. Nu moet je er iets anders uitzoeken. Ja. So, dan wanneer komt Wonderless in theaters? Wanneer kan ons begin dit kijken? 30 maart. Volgende jaar, 2018. Mm-hmm. Het is een goede dag en een goede datum. Yes, de lekkerste jaar. Dag. Jullie allemaal moeten gaan kijken. Het gaat zo lekker. Van die krijgste dag voor allemaal weer. Voor allemaal. Niet voor mij, voor Anthony, voor allemaal.
Almal. Almal. Dan nou, lieve Kersfeesvader, dit was jou heel eerste hoofrol in 'n fliek. Ja. So dit obviously het 'n baie nou, baie spesiale plekje in jou hart. Baie, ja. Maar kom ons begin dan by die story. Waaroor gaan lieve Kersfeesvader? Dit is 'n drama comedy en dit gaan oor 'n dysfunctional familie wat mekaar met lief hê, nie ten spyte van hulle tekortkominge nie, maar as gevolg van. So dit gaan ook oor Nonnie hoe sy moet groot word in haar familie en ook met liefde en nou met haar ouers wat crazy is. So ja, is maar groot word ek sal sê storie. Yes. Ja. So jou rol is Nonnie en jy is die hoofkarakter. Ja. Vir ons meer van hoe is sy en hoe is sy in vergelyking met jou? Ooh, okay. Diep vraag. Ja, nee. Sy is jonk, naïef. Sy is nog baie stubborn, familie, och, pa, hoekom is jy silly? Sy gee baie om oor haar image, maar deur die film groei sy ook, so jy groei ook saam met haar. Sy is baie verskillend, ek weet nie, nee wag, ek weet nie of sy so verskillend is nie, want ek dink ek was ook al in die fase. Yes. Jy weet, te cool vir jou familie, wie is julle, och julle, hoekom moet ons nou hang? Ek sien jou van die cool guys nie. Ja! Ek is die cool guys, dis die guys. Ja. Ja, dat is verskil nie so erg nie, maar ek dink is maar net, ek was ook al deur die fase in my lewe. Wanneer kom liewe Kersie's vader uit? Ja, nou, Mila, famous, nee? Ay, nee, 17 November. Oh, wow! Jaar 14 November, en ek is 14 November. Jy kry een early Christmas present. Ja, en ek is vir jaar laas jaar toe ons skiet. Oh, wow! Dit geskiet het, liewe Kersie's vader, en nou kom jy persentie. Dubbele geskenkies. Ja, so Mila, ons obviously ken jou nou voor die kameras. So wie is Mila en wat doen Mila Guy agter die kameras? As hy nie voor die kameras is. Ons hang hom baie agter die kameras aan. Ag jong, ek sing nou en dan in die bad. En rekord ek. Ja, en maak dalk 'n roadtrip video op twee. Ek weet nie, ek lewe maar in die oomblik. So wat ook al gebeur. Ek hou myself besig met allerhande dinge. Maar ja, ek probeer net elke oomblik geniet. Lekker. So ek sou sê, jy move it. Yes. Dit is wat sy doen. En met dit gesê, hier is weer 'n bietjie Sunset Sweatshop, terwyl ons nog met Mila gaan chat.